Dat werd ineens een superleuke workout. Hallo, goedemorgen! Vandaag is het woensdag en we beginnen de dag met de ratslag. En wat gaan we vandaag doen? Nou, het is woensdag. Jola die gaat eventjes naar school. Dan nog met wat vriendinnetjes mee. Ik ga even snel wat werk inhalen en sporten. En daarna gaan we wat leuks doen. We gaan in ieder geval even naar het stadje. En voor de rest zullen jullie nog wel zien wat we gaan doen. Ik moet namelijk wel wat dingetjes kopen. Ook voor het zwanger willen worden moet ik weer nieuwe ovulatietesten kopen. Ja, gaan we toch maar weer proberen met die dingen. En ik wil wat vitamines halen die ook goed zijn voor zwanger worden. En nu verder met de shake. Hoeveel havermout doe ik erin, vraagt Jola net. Nou, gewoon een hele berg. Waarom ik geen shake heb gemaakt voor jou vanochtend? Ja. Omdat ik Daddy's Little Monster ben vandaag. Nee, grapje. Omdat jij nog in bed lag. Ja, dus. Normaal breng je het altijd in bed. Ja, dan moet je me maar niet verwennen. Dan ga ik aan wennen. Waarom heet dat verwennen? Nou, dan is het dus vandaag je eerste ontwendag. Wow, ik word zelfstandig, mensen. Het is heel noodzakelijk voor Bart. Walnoten. En mannen die vruchtbaarder willen worden. Nou, er kan wel wat meer in, Bart. Je moet heel vruchtbaar worden. Nou, ik ben al heel vruchtbaar. Die moeten walnoten eten. Dus. Dat jullie het weten. Als je baby's wil krijgen, moet je walnoten eten. Aangezien het super lekker weer is en ik nog moet sporten, dacht ik, ik ga gewoon even met Dexy sporten. Maar ik heb een hekel aan hardlopen, dus wat ga ik doen? Ik ga naar een trap en dan ga ik mijn workout lekker buiten doen op een trap. Superleuke workout. Echt heel erg leuk. Samen met Dexje. Hè, Dex? Komt hij ook een beetje in beweging? Wordt hij ook niet te dik? Het is echt superleuk. Dit ga ik echt vaker doen. Kom maar! Hij is ook helemaal vrolijk. Maak ik weer? Aardbei, appel of banaan. Doe maar banaan. Of skers. Banaan wil ik. Twee. Eén. Hoe heet dat wat je hebt gegeten? Weet niet maar. Het is 10 cent. Het is een snoepje wat in een verpakkingje zit bij de Yamin voor 10 cent. Oh! Asjes zijn echt leuk. Ja, mag ik zeker wel een rokje? Nee, je mag geen rokje. Want die doe je nooit aan. Je mag wel zo'n jurkje nog, die je nu ook aan hebt. Dat je er hier eentje uit kiest. Kijk maar even, welk jurkje vind je het mooist van al deze jurkjes hier aan deze kant? Die? Deze twee worden het. Waar zijn we? Bij NKT. En naar wie gaan we kijken? Maxime de optreden. We zijn terug uit het stadje. Ik kon helaas niet zoveel vloggen, want de kaart was vol. Dus helaas. Maar ik heb dus het een en ander gehaald voor het zwanger willen worden. En deze die had ik, was ik tegengekomen via een forum. Het schijnt heel erg goed te zijn wanneer je zwanger wilt worden. Dus dat ga ik zeker gebruiken. Kan gewoon door de yoghurt, kwark of muesli. 1-3 eetlepels per dag. En dat schijnt dus heel goed te zijn voor vruchtbaarheid. En dan natuurlijk de multivitamine. Vorige keer had ik andere, maar nu heb ik gewoon even van de kruidvat, want die andere die hadden ze daar niet. En dan natuurlijk weer de ovulatietest. En ik heb weer deze maand die van de Clear Blue gekozen, omdat ik het toch wel heel erg prettig vind als je een smiley krijgt in plaats van een streepje. Maar ja, ik denk wel dat dit de laatste keer is dat ik deze ga gebruiken. Want ik
vind hem wel echt heel erg duur. En die van de Action, die gaf vorige keer samen met deze ook gewoon mijn ovulatie weer. Alleen ja, dat is niet elke maand gelukt met die van de Action. Dus vandaar dat ik nu toch weer even met deze wil. Dus nu even wachten op Bart. Bart komt zo thuis en dan gaan we... pizza eten! Bart heeft eindelijk weer getraind. Nou, wow, kijk die armen. Zielige armpjes. Wow. Moet wel weer een beetje in vorm komen, schat. Even lekker chillen in de tuin. En daar wordt gevoetbald. Wow. En straks gaan we... en straks gaat er voetbal gekeken worden. Althans, niet ik. Dus ik heb een hekel aan voetbal. Zie je, ik begin al te gapen als ik er alleen al aan denk. Wow. Ah, wat een liefde. Als je Bart zo ziet met een baby. Ga niet. Is het kopje van jou dan? Dat is naar van je. Dat is naar van je. Niet zo groot als pizza hoor. Pizza. Het is nog het mooiste, het smaakt nog lekker. Het is geen zondag, maar wel voetbaldag. Pak anders even een bordje om de onder te houden. Nou, voetbal is afgelopen hoor. En wat ik had voorspeld is niet uitgekomen, namelijk 5-0 voor Manchester, maar wel 2-0 voor Manchester, dus ik kwam aardig in de buurt. Hi Bart. Hey. Bart is er kapot van. Nee hoor, het is gewoon warm en ik ben helemaal... Ik zit in mijn after dinner dip van de... pizza. 35 centimeter New York pizza. Wat is jouw idee? Ja, zeker. Ik hou ook wel van een after dinner dipje. En na de pizza een halve bak hertogijs. 3 chocolades. Ik heb niet meegedaan. Ik was boven. Daarom zit je nog zo frisse vrijdag bij. Ja. En nu gaan we lekker naar boven, want ik heb het helemaal gehad voor vandaag. Goed idee, ik ook. Dus bedankt voor het kijken naar deze vlog. En tot de volgende keer. Vergeet niet te abonneren. Oh, ja.